zijn hier in de Van Nelle ontwerpfabriek in Rotterdam. Evenement van Gartner, een groep van 40, 50 CIO's heeft zich hier verzameld vanmiddag. Jullie gaan het een en ander presenteren. Wat is de boodschap die jullie deze CIO's gaan meegeven vanmiddag? Nou, wat we eigenlijk gezien hebben, want wij doen elk jaar doen we een uitgebreide survey onder CIO's wereldwijd en uiteraard ook in Nederland. En normaal gesproken komt daar een lijstje uit van joh, met welke technologische ontwikkelingen zijn de CIO's nou het meest bezig. Hè? Is dat cloud computing of mobile of noem het allemaal op. Nou, uiteraard komt dat er dit jaar ook weer uit. En dat zijn wel de gebruikelijke subjects zoals we die ook in symposium hebben behandeld. Maar er is iets anders wat zich nu voordoet. We zien eigenlijk steeds meer dat technologie ook veel meer buiten de IT-afdeling gebruikt wordt en ingezet wordt. Soms met, soms zonder inzet van de IT-afdeling. En wat we nog meer zien is dat ook de effectiviteit van IT, dat men daar echt mee worstelt. De effectiviteit van IT. En als laatste, dat hebben we eigenlijk op symposium ook al wel gepresenteerd, zien we dat CIO's erg veel moeite hebben om met de juiste krachten, zeg maar even, de juiste arbeidskrachten hun IT-organisatie in te krijgen. Dus dat zijn onze belangrijkste bevindingen gebaseerd op die CIO-survey. Ja, die CIO-survey is wereldwijd. Die is heel, heel omvangrijk. Het zal natuurlijk ook voor Nederland gelden. Maar zijn er zaken die er echt uitspringen in Nederland? Nou, we hebben een aantal, het is net pas gepubliceerd, hè, dus we hebben nog geen uitgebreide analyse kunnen doen van wat is nou het verschil tussen Nederland en de rest van de wereld. Ik heb hier een paar slides hebben bij ons waar Benelux in ieder geval vergeleken wordt met de rest van de wereld. Daar zien we wel wat verschillen, maar dan zie je bepaalde onderwerpen wereldwijd op 1 staan en die staan dan in Nederland op nummer 3 bijvoorbeeld. Dus dat zijn geen hele grote verschillen. Het lijkt erop, als je naar de onderwerpen kijkt, dat men in Nederland toch nog wat langer bezig is met kostenbesparingen en dat men in de rest van de wereld alweer meer met innovatieve thema's bezig is. Maar dat is een hele voorzichtige eerste conclusie. Dat gaan we nog verder onderzoeken. Gartner CIO survey is, let's say, one of the definitely largest but also longest running surveys on CIOs in the industry. That survey has started in 1999 and every end of the year between September and December we collect data through questionnaires from you, from other CIOs about a set of topics for 2013. So what we actually perceived in the findings of this year's survey is that with respect to the past where CIOs have focused mainly on cost, on let's say risk management and also on operational performance in a world let's say of managed stability and even growth, yeah, in the past. Now, we've seen in the CIO survey, in the relative findings, that growth obviously has been replaced by a recession environment. Stability has been replaced by volatility. And the typical IT focus on the back office, on back office operational IT, has been replaced by demand for more front office, for more digital technology orientation. And CIOs have told us that they feel under increasing pressure to fulfill the demand of the business for new digital technologies to help the enterprises grow again. Which has led us to quote the current situation as a quiet crisis of IT. So what is a quiet crisis? What a quiet crisis is typically a situation, we all know that in private life, is a quiet crisis. Situation where everybody feels that something is not quite right, something is wrong, but nobody stands up and takes the leadership to change things. So the overall perception that we have collected from that survey is that the IT function is perceived as not doing enough to help the business master the digital world going forward. Nou, wat we eigenlijk zien, ook in onze survey en ook in ons klantenbestand, is dat een CIO zich op 3 manieren zou kunnen gedragen. En we hebben daar de termen attending, zorg dragen, hunting en harvesting voor gebruikt. Waarbij we eigenlijk zeggen van joh, de groep die eigenlijk de traditionele IT-werkzaamheden uitvoert, kijken hoe het efficiënter kan, kijken hoe handmatig werk geautomatiseerd kan worden, kijken hoe er kosten verminderd kunnen worden. Dat is de traditionele CIO-domein, maar wij denken niet dat bedrijven
bedrijven het daarbij gaan laten, omdat de effectiviteit niet groot genoeg is. Met hunting en harvesting zien we eigenlijk CIO's die steeds meer innovatie aan de businesskant gaan faciliteren. Steeds meer gaan proberen. Soms zal het mislukken, soms zal het lukken. En op die manier gaan hunten naar nieuwe mogelijkheden om met IT voor een bedrijf daadwerkelijk geld te verdienen. En in de laatste fase kom je dan in de harvesting fase uit, waar eigenlijk dat innovatieve stuk, het feit dat technologie binnen de business geïntegreerd is en ook vanuit een CIO of andersoortige rol omarmd wordt, dat een fase is waarin business en IT volledig geïntegreerd zijn.